Dus dat is inderdaad het samenleven dat eigenlijk niet vreemd is, dat dicht zit bij de mensen, bij voor hen heel herkenbaar is, maar tegelijkertijd hen toch in een diversiteit probeert te brengen, die niet opgelegd, maar die de diversiteit die rond hen aanwezig is. Want ik werk alleen maar met wat er is. Maar de professional moet wat er is in een nieuwe constellatie kunnen aanbrengen. Juist hetzelfde als uw kinderen. Hè? Je ziet dat hier ook, was het probleem van de gezinnen. Uw huis toch vol. Stofvol, speelgoed. Je hebt veel te veel speelgoed. En dan die kinderen, ja, wat moeten dus doen? Je speelgoed opruimen, in naar achter schuiven, iets anders terug naar voren brengen, dat ze daarmee spelen. Dus dat is eigenlijk, maar dat is natuurlijk niet altijd zo gemakkelijk, want je moet goed weten wat er is en met wat dat je moet spelen natuurlijk. En dat is, dat voel ik van, ja, daar zit een soort van heel hard werken in. Want je moet je omgeving heel goed in je vingers hebben. Dus je moet heel goed kijken. Je moet goed weten wie dat er allemaal woont. Je moet alle tenoren kennen. Je moet ook niet alleen wat dat ze zeggen, wat dat mensen doen. En tegelijkertijd moet je ook op dat materiaal kunnen improviseren en creatief zijn. Eerste wat dat sommige van die culturele centra, dat zijn geen kunstencentra, maar dat mogen ze ook niet zijn. Maar ze brengen soms ook wel wat moeilijkere kunstvormen. En wat dat ze dan doen is, dat noem ik dan de kunst- en kitschformat, is dat je eigenlijk zoiets, iets aan mensen, gewoon mensen niet rap gaan kijken. Dat gaat zo, een gespecialiseerde in kunst, dat ze dat toch proberen andere mensen aan te trekken door bijvoorbeeld de burgemeester of die kunstenaar zelf. Of een bekend figuur dat ze interessant vinden, maar dat daar dan iets over zegt. Maar dat je dan ook een koffiekoek in een koffie krijgt. Zo van die kleine dingen dat ik zeg, ja, dat is eigenlijk iets nieuw, iets niet gekend, maar dan met iets herkenbaar aan toevoegen, waardoor dat je die twee beript en dat dat toch leesbaar wordt, maar ook interessant. Het andere is, wat we weten in Vlaanderen, de verenigingen zijn heel belangrijk, de culturele centra. Natuurlijk, die verhuren ook vaak aan die verenigingen. Maar dat is ook soms wel een moeilijke relatie, want die cultuurwerker wil natuurlijk van zijn cultuurmetier meer inbrengen. Die verenigingen, dat is soms heel volks, dat kan ook wel weer van hetzelfde. Maar ja, die mensen vinden dat leuk. Je hebt ook koren en zo, waar ze niet zingen, maar vooral bijeenkomen voor een pintje te gaan drinken achteraf. Dus je hebt al die variëteiten. Maar wat ze dan wel kunnen doen, is dat we zeggen, in plaats van die klassieke verhuurrelatie, er zijn wel zo toffe initiatieven, dat ze bijvoorbeeld inderdaad meerdere koren samenbrengen van echte, waar dat ze echt zingen. In degene waar dat ze vooral voor de gezelligheid, maar die dan in een groter verband zitten. Dus in, wat ik zeg, dat is het parochiale, dus het bekende met elkaar, het bekende verenigingen, eigenlijk tot de derde, dus vermenigvuldigen. Waardoor dat die herkenbaarheid is hier te veel, dus door er meerdere samen te brengen, kreeg je inderdaad dat nieuwe element.